Wie naar zijn mooie grijze haardos kijkt zal denken dat Charles Groenhuizen flink wat mazzel had in de genenloterij, maar niets is minder waar. Hij heeft in zijn leven maar liefst 2 keer last gehad van een gescheurd netvlies. Mijn netvlies is in mijn beide ogen op verschillende momenten gescheurd, onthult de Op1 presentator in de nieuwste story. De eerste keer was zijn linkeroog aan de beurt en zag hij aan de onderkant van zijn oog alleen nog maar een soort halfzwart maantje, vertelt Charles. Toen ben ik liggend op de achterbank naar het ziekenhuis vervoerd. Liggend, omdat anders je netvlies verder kan scheuren. In Rotterdam ben ik toen uitstekend geholpen. Hartstikke fijn, maar tijdens een verblijf in Amerika ging het plotseling mis bij zijn andere oog, namelijk het rechteroog. Ditmaal was het echt wel eng. Het netvlies was middendoor gescheurd. Die operatie is toen niet goed gegaan. Er waren daarna nog maar 2 opties, vertelt Charles. Het eerste is een behandeling waarbij gas in je oogbol wordt gespoten om de boel op zijn plek te houden. Maar dan kun je niet vliegen, want dan ontploft je oog. Het is maar goed dat Charles destijds goed oplette tijdens zijn praatje met de dokter, want anders zou zijn terugvlucht naar Nederland behoorlijk explosief zijn afgelopen. Hij koos gelukkig voor de 2e optie, waarbij olie in je oog wordt gespoten. Hoe is dat afgelopen met die olie? Niet lekker. Dat is bij mij gaan lekken. Het zorgde voor een allergische reactie, waardoor je me vaak met een rood oog zag. Een dokter moest vervolgens al die gelekte bolletjes olie uit zijn oog lepelen. Het resultaat? Charles is halfblind aan 1 oog. Voor 50-60%. Thank you.